Goedemorgen iedereen. We zijn hier samen met de Mauriske. Voilà, en we gaan vandaag een rommelmarkt doen in Alter. Ga je mee, Maurice? Die auto's zijn ja? Scheef. Let's go. Ik weet niet wat hier moet zijn. Moet zeggen, vraag maar. Wat kost het? Voor u 2 euro. Ja. 1 euro. 1,5 euro. Oh, allee. Is het goed? Allee. Voilà mensen, dat was de rommelmarkt in Alter. Hele grote rommelmarkt. Juist aan betante alles aan de ene kant was. Maar ja, het is wat het is. Mevrouw Knes hier ook. Ze is weer aan het fretten. Hupla, croissantje met chocola. Waarom niet, hè? Oké. En ja, we gaan nu naar huis gaan en we gaan een keer tonen wat we dan allemaal gekocht hebben. Let's go, yo! Voilà, die mensen. En ondertussen zijn we dus weer thuis gekomen. Ik ga een keer met mijn camera een beetje naar boven doen. Ja, oké. Dus zijn we weer thuis gekomen en we gaan nu een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben. Ik zal beginnen met de dvd's. Ik heb in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dvd's en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blu-rays heb ik gevonden. Dus ja, het was wel de moeite en aan hele mooie prijsjes, dus daar zijn we wel content mee. Goed, we gaan beginnen met de dvd's. Eventjes plaats maken. Ik ga ook best een keer met een Reese's Big Cup open doen. Dat is gewoon mega lekker. We zijn daar straks naar de Action geweest. En dat was gewoon... Ja, ik zag dat liggen en dat is gewoon zo, zo lekker. Ik ga best een keer, als het niet geeft, een beetje doen. Oh my god, dat is zo lekker. Hoe? We gaan beginnen. Let's go. Yo. De eerste 3 dvd's dat ik ga tonen waren aan 20 cent stuk. Ik heb er 1 van gezien. 2 heb ik er nog niet van gezien. Ja, typisch. Hey, logisch. De eerste dat ik ga tonen is First Snow. Ik heb de achterkant een keer gelezen. Het zag er interessant uit. Mensen, als je het helemaal gezien hebt, laat een keer weten hoe dat is. Want... ik ken het totaal niet. Maar het zag er lijkt wel goed uit. First Snow. Dan de volgende is met Morgan Freeman en Ashley Judd. Dat is Kiss the Girls. Voilà zie. Heb ik ook nog niet gezien. En dan de derde is met Jim Carrey. Kan ik kijken dat je kan proper afhalen. Ja, zoiets. Oké, beetje vuil. Dat is The Number 23. Dat is wel een goede film. Ik heb die nog gezien in de tijd... is een beetje een thriller en ja, een goede film wel, maar we, like altijd ga ik wel al mijn doosjes de stickers eraf halen en ook allemaal een keer goed opkuisen, want sommige zijn al vol met stof en zo moet dat niet in mijn collectie. Ondertussen ga ik nog een keer bijten van mijn Reese's. Dan de volgende film. De volgende twee films waren naar 50 cent stuk.
En die zat nog volledig in plastic. Dat is Biloxi Blues. Ken ik ook niet. Heb ik de achterkant een keer van gelezen. En het zag er nog interessante... Het zag er een interessante cast uit. Dus ik ben ook wel een keer benieuwd. Mensen, laat me een keer weten of dat een goede film is, ja of nee. Ik weet het totaal niet. Maar hij zat nog volledig in plastic. En voor 50 cent. Dan de volgende film is met Matt LeBlanc. Dat is Ed. Nog nooit van gehoord zelfs. Ik wist zelfs niet dat dat bestond. Dat was ook dus 50 cent. Dan al de films die ik nu ga tonen waren allemaal aan de euro. Daar zie je Freaks. Ook nog niet van gehoord. Ja, kijk. Laat het een keer weten of dat een goeie is, ja of nee. De volgende film is met Daniel Radcliffe. Dat is Jungle. Voilà. Zag er ook tof uit en is waar gebeurd. Dan de volgende film is met Jackie Chan. Dat is The Tuxedo. Zag er ook wel tof uit. Dan de volgende film is ook met Jackie Chan. Dat is The Accidental Spy. Voilà ze. Dus ja, dat waren de 9 dvd's. Nu ga ik een keer de Blu-ray tonen. De eerste dat ik ga tonen zit nog volledig in plastic. En heb ik volledig gratis gekregen. We waren daar aan het kopen. En opeens zat die een mens, het was een ouder mens, oh pak dat maar mee. Pff, anders blijft dat toch maar liggen en pak dat maar allemaal mee. Oké, okay, dus als ik de dien meepakt, volledige steelbook, volledig nog in plastic, van Kuifje, voor 0 euro. Dus dat was dik in orde. Dan bij diezelfde mens heb ik wel gezien in het cinema. Was niet zo goed, maar voor die prijs kost ik het niet laten liggen. Dat was 2 euro, dat was Moonfall. Voilà. Ik ga hem al eens nog een keer een rewatch geven. Dan de volgende... Wacht even. 1, 2, 3, 4... De volgende 5 films waren allemaal aan 2 euro het stuk. Dat is Disney Brother Bear 2. De heb ik nog niet gezien. De eerste heb ik wel al gezien. Dan 101 Dalmatiërs. Voilà, was ook 2 euro. Dan Planes 1. Planes 2. En A Bug's Life. Allemaal aan 2 euro het stuk. Dus in supergoeie staat nog. Dus ja, waarom niet, hè? Maar ook waarom wel. Dan de volgende was 1 euro. Dat was met Hilary Swank, The Resident. Heb ik ook nog niet gezien. Voilà. En dan de volgende heb ik op dvd. Maar het was zo goedkoop dat ik het niet kon laten liggen. Dus de dvd's zal ik wel wegdoen. Ik weet het mensen, blijf kalm. Maar ik heb dat nog niet gezien. Iedereen, als ik dat zeg, zeggen ze allemaal van... Je hebt dat nog niet gezien, dit, dat, dat kan toch niet. Blablabla. Ja, ik kan nog niet alles gezien hebben. Ik ga eerst nog een keer bijten. Dus het is een box van The Godfather. Voilà, daar heb ik 5 euro voor betaald. Super goedkoop. En iedereen zegt dat ik dat zeker moet zien. 5 euro voor The Godfather 1, 2, 3 en nog een The Godfather bonus disc. Dus The Godfather box set voor 5 euro. Results is niet veel. Voilà. Dat was de video voor vandaag. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video alstublieft. Morgen gaan we naar een rommelmarkt gaan in Ieper. Al voor de rest zijn er niet zoveel rommelmarkten. Dus we gaan het wel zien. Wat we dan nog voor de rest van de dag gaan doen. Maar ja. Voilà. Dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alstublieft op mijn kanaal. En geef me een keer gekeken net. Geef gewoon een keer een likesje. Gewoon een keer een likesje. Dat helpt mij vooruit. Dat is super tof voor mij even te zien. En voilà. Dat was het. Allee. Salutjes hè. Salut.